Niets vermoedend rij je 's ochtends op weg naar je werk. En dan opeens... bijna een hert onder je auto. Zo. Het is oppassen geblazen. Ja, zeker 's morgens vroeg. De tijd wordt verzet. Dat betekent dat je straks weer in de schemering naar je werk rijdt. En dat is ook juist het moment dat de beesten aan het trekken zijn. Die komen vaak van hun voedselgebieden naar de rustige gebieden. Steken op dat moment vaak de weg over en dan is het zeker oppassen geblazen. Zoek, wat zie je? Boswachter Ger Verwoerd kan er letterlijk de klok op gelijk zetten. Ieder jaar zijn er in de lente weer extra aanrijdingen met wild. Het grote probleem is dat de automobilist zich meestal niet bewust is van het gevaar. Kijk naar de hoge snelheden waarmee gereden wordt. Zijn de meeste mensen hier absoluut niet op bedacht hier. Jaarlijks zijn er in Gelderland zo'n 2000 aanrijdingen met wild. Ruim 700 daarvan gebeuren op de Noordwest-Veluwe. Dieren die een botsing overleven, strompelen vaak gewond het bos in. Ger Verwoerd volgt deze sporen met zijn hond Tanja. Eerste plaats om hem niet gewoon in het bos te laten liggen, maar de kans is ook groot dat hij nog leeft. Ja, en dan kan het soms dagenlang duren voordat hij dood is. Dus dat proberen we dan te bespoedigen. Een botsing is helaas niet altijd te voorkomen. Maar het gevaar kun je als automobilist wel verkleinen. Als u rekening houdt met de volgende zaken. Nou, in ieder geval matige snelheid. Dat is heel belangrijk, zeker 's morgens vroeg en 's avonds en 's nachts. Goed op de bermen letten, dat er geen beesten lopen. En als het dan onverwachts toch gebeurt, op de plek blijven, de politie bellen. Want die plek die is heel belangrijk, ook om eventueel een nazoek op te starten. Zo is braaf, goed zo. En hoewel dit zwijn overreden is, is hij nog goed genoeg om naar de polier gebracht te worden.